liefhebbers. Hallo. Welkom hier op het plein. Het plein van de Aalsenaars. Maar ik wil ook de Dendermondenaars verwelkomen. Die in het geheim zit hier in de zon op de tribune. Mijn linkerkant is gevakken. En aan de rechterkant zitten de eregenodigden. Dames en heren, onze opperdrakenier, Luc Moreels. Hallo, geprezen heren, burgemeesters en aanverwante hoogwaardigheidsbekleders. Weledele drakenmeter Gracienne, zeer gewaardeerde opper-eredraken, en brakenbroeders, dames en heren, beste paardenliefhebbers. De aloude keizerlijke soevereine kamer der drakenieren tot Aalst heeft het draconiaal genoegen en de draconische eer hier vandaag samen met u, ons Aalsters Rosballatum, te bejubelen en te eren. Het is een stokpaardje van de drakenieren om de aloude, de stokoude, historische, folkloristische vete tussen de twee dendersteden, met name aan de ene kant het keizerlijke Aalst en aan de andere kant... En aan de andere kant het dorpelijke Dendermonde. Op tijd en stond eens flink op te koteren. Binnen die gezonde rivaliteit, vol ludieke ambras, plezante kwedden en, ja, ik zou zeggen, fijne spotterijen, is het natuurlijk altijd eens plezierig om af en toe in Malkanders zakken te zitten. En af en toe eens Makanderen uit het zadel te lichten. Ik zou zeggen, zelfs de op één letter na oudste activiteit ter wereld, met name de rostitutie. Rostitutie betekent het restitueren van het ros. Uitbreiding van dat begrip betekent het ros in ere herstellen of meer nog, zoals wij vandaag doen, vereren. Vandaar brengen wij dus dit eerbetoon aan het Aalsters Rosballatum, het paard der paarden, het ros der rossen in de stad der steden. Hoe ons Rosballatum nu eens in volle galop en dan weer in gestrekte draf, vol charmantigheid, parmantigheid en galantigheid onze keizerlijke grote markt is opgerold. Hoofds en ridderlijk paraderend met die edelgevormde kop, dat prachtig geproportioneerde lijf en die sierlijk opgemaakte staart, dwingt ons ros ingetogen waardering af van allen die er met paardenogen naar kijken. Zelfs Clouseau, Koen Wouters, was gefascineerd door ons paard. Hij schreef er een lied over. Ja, hij scoorde er een hit mee. Daar gaat ze. Zoveel gratie, zoveel schoonheid had zelfs Koen Wouters nooit gezien. Dames en heren. En dan durft men in het dorpelijke Dendermonde beweren, die van Aalst, die zijn zo kwaad. Omdat bij hen Trosbeiaard gaat. Maar ik zeg u vlak af,
Wij zijn niet kwaad. Wij zijn niet jaloers. Want hoe zou het kunnen dat wij jaloers zijn van een schimmige, een schichtige, een schimmel die zijn eigen schaduw schuwend slechts om de 10 jaar en nu pas om de 12 jaar kwakkelend en waggelend op basketslashen rondwippelt. Basketslashen waarin men dan pijnders steekt die het gevaarte met pijnlijke grimassen torsen. Al een geluk dat minister van Financiën Vincent van Perigen de BTW op de katjoe van 21% naar 6% teruggebracht heeft. Want anders was er van de jaar ook geen omgang in Dendermonde. Want u weet, geen katjoe, geen basketslashen. Geen basketslashen, geen pijnders. En geen pijnders, geen omgang. Maar goed, wij Aalstenaars zijn sportievelingen. En wij wensen Dendermonde op 29 mei veel perenchans. Dames en heren, wij werden daarnet met een donderslag bij heldere hemel, en ik hoorde het in Dendermonde denderen, opgeschrikt tijdens dit groots folkloristisch feest, opgeschrikt door de miraculeuze verschijning van een carnavalesk paardenbeest dat bezeten door 4 voljanetten op hol geslagen is. Ik zie daar dat de grote baas van de stoeterij en de manege, de bien trezen, klaar staat om een woordelijke uitleg te geven. Willy is daarna. Goedemiddag iedereen, ik voel me precies in 2002. Op zijn oosters, Oelen, Aour, Riojuich, altijd hetzelfde. Als dat beest passeert, is de Noosneer vijf, de Dermonneer tijgen. We hebben dus vastgesteld, als we waren in 2002 met de 2 peren in Roos rondkwamen, dan hadden wij datzelfde lawaai, datzelfde gevoelens, dezelfde manier van echt een belevenis voor de Dendermondenaar. Ik heb daarop gekozen voor het lied van Dendermonde, het bijjaarslied, om op te treden, om binnen te komen. Die mensen hebben toch eet. Ik denk dat de partituur gemaakt is door een Oosneer, maar voor de rest is het een schoenrieken. We moeten het toegeven, het is entrenant, we roeren het geen, maar liever bij ons als bij haar. Hoe is het van even zover gekomen dat dat spel dat je stoot, dat is ook een ijzervoordelijk, dat die hier in Oost terechtkomt. Dat is omdat op een zeker moment in dit stoet van 2002 dat 2 peren s'nachts een durfelijke gedonen hebben. En dat durfelijke is zich geuiterd in op een zeker moment van de veulens die erachter liepen en waarom er 18 wagen mocht. De 2 grote peren, de rossen, en door 16, 17, 18 grote kleine peren. En daarvan is er hier overgebleven. Anders weten we niet wat verdwenen is. De pijl dat doorsneeuwt, er beert gewoon wat gespeeld. Eén ding is toch wel zeker, wij zijn vandaag ontvieren wat men hier in Dendermonde niet kunnen. Dus te zeggen, Dendermonde, dat blijft dus een moeilijke geschiedenis, omdat wij daar niet geer naartoe gaan. Maar wees gerust, wij hebben wat dat beert betreft alles in dan. Wij hebben er Voljanet erop gezet, dan een kop die erop stoot, dat zie je dus van Dendermonde, dat is de ijzer. Als je die neizer goed beziet, dan loopt hij achter een ajo in, of hij moet in een neizer zijn. En als die neizer dan uiteindelijk beseft dat een ajo nooit niet kan hebben, dan stond op de goede merk in Oost. In ieder geval, als hij vanavond zijn paal hier kent, die stond even maar rechts, voor haar links als je ziet, en die, dat klein, inderdaad, dat is een paal. Dat zijn alle grote families, is er zo'n dwezen, moet je dat niet aan Albert vrouwen. Wel, hij doet 20 jaar gediend voor dat veulen durft komen. En dan is dat de blijde intrede voor ons velen, ons, wat noemen we het, de Bien Ros. Van de Bien Trezen tot de Bien Ros is niet meer moeilijk. Met deze stel ik je voor het paard van ons, Bien Ros. De eigenaar
van diverse mosselvelden bij de invaart van Zeebrugge. Hij heeft een beetje moeilijkheden, maar hij heeft voorgesteld aan Zeebrugge om het paard van Aalst en van Dendermonde te laten manifesteren. Nog een extra applaus voor Willy van Mosselvelden. Monseigneur Steven Urbi et Dorpi. Dominus benedicat verum ecus. Pulgra dadaise liticum. Alostum habet verum ecus. In nomine draconis. Ostemeri e carnavalesti et iquitum balatum vade in pace et convivio bene. Er van daar een monne, dat is een visket groet. Nog kans dat ik maar ontstaan, anders vond ik het dan nooit. En moeier lijkt maar zeiren, verschiet ja hem al leer. Als je knippert met jouw ogen, zet er al onze deer. De nare mondse klapper, een maal vier, vijf of zes. Die volgen bij de trouken hier een les. Van daar een monne is gastronomisch feest. Kom vlees, peren, sausissen, door van boeven zonder het meest. Door keien niks beleven, vernoemen toch nu weer. Al doen ze niks als stoeven, stoeven over dat peer. Maar ze moeten niet overdragen, want pisten is zelf beschont. Het is voor ver dat niet druk is mooi te komen. Peres doet in daar een monne, 10 jaar is weer verboren. Na zal er oeikisch volk zijn, ze zijn content en blauw. Als over ter te schrijven, als peren gepasseerd. Dat is ooit vier een compassie, omdat dat biste niet mankeert. Met rosmalaten vergelijken is dat feil en tweaker niet. Dat is just de reine van heer groot verdriet. God is nog daar een kloren en besteed hier hoe wij. Gaar kind je goed gebroken, vermaat je een baleer. Dat beest kon niet gaan voeten, het is zelden dat gebeurt. Zo weak en zo gevoelig, dat een valling er is geir. Was het beginnen noesten, valt het misschien ooit in. En dan is op de kosten nog erbien. Ja, la la la. Dank u wel. Benny de Schrijver. Dit keer wordt hij ook erkend aan zijn witte slasjen. Dames en heren. Piet Nijssen. Burgemeester van Dendermonde. Meneer de Opperdank, meneer de burgemeester, schepenen van de beide steden. Als je de uitnodiging kreeg om naar hier te komen, vroeg de Opperdank: hoe is het mogelijk dat er een vete bestaat tussen Aalst en Dendermonde? Dat is toch eigenlijk niet nodig. En dat was ook niet nodig. De tijd geweest toen er nog heren waren in Aalst, nu zijn er alleen nog boeren in Aalst. En heren in Dendermonde, die zijn er nog altijd, dat ze samen
in het graafschap Vlaanderen letterlijk en figuurlijk de plak zwaaide. Na de moord op de graaf besliste zij wie de nieuwe graaf zou worden. De steden van Gent en Brugge beefden wanneer de heren van Aalst en de heer van Dendermonde samenkwamen. Hoe is dat kunnen veranderen? De twee steden hadden toen twee schone Lotharingische kleuren. Rood en wit, zilver en keel. In Aalst hebben ze er een derde kleur aan toegevoegd. De kleur geel van jaloezie. En net. En hoe komt dat, dames en heren, dat ze jaloers zijn? Als ze moeten van Rocco Planet Earth naar hier met een boot komen, dan moeten ze de schoonste, de machtigste en de prachtigste stad passeren. Ze varen voorbij onze schitterende bruggen. Ze komen aan de haven, aan het huis van onze machtige pijnders, de havenarbeiders. Ze varen voorbij ons kasteel. En hoe komen ze? Met boten, vol met rotte ajuinen. Met boten, vol met beer, dat ze in Antwerpen gaan halen zijn om hier hun onvruchtbare velden te komen bestrooien. En ja, wij hebben daarvoor terecht overlasttaksen ingevoerd. Overlasttaksen die ze moesten betalen om in vuile, stinkende boten door onze prachtige, schone stad te kunnen varen. En daarom zijn ze woedend geweest. En hier, dames en heren, in het lelijkste stadhuis ter wereld, werden snode plannen gesmeed. De tender verleggen. Rond Dendermonde, recht naar Bostrius City zelf. Zat er in het stadhuis een ingenieur van Bruggen en Wegen omgekocht om een plan te tekenen in 1885. Maar de Aalstenaars hadden buiten de waard gerekend. Wat gebeurt er toen dat plan klaar was? Niemand minder dan mijn voorganger, burgemeester Ten Bruin, werd minister van Openbare Werken. Dat plan van Aalst in 1000 stukjes en die ingenieur Leopold de Witte eigenhandig zijn hand afgekapt, zodanig dat hij nooit zo geen plannen meer kon tekenen. Nooit meer. Tweede reden van de grote jaloezie is het feit dat een belangrijkste rechtgever na keizer Justinianus niemand minder dan Napoleon Bonaparte zelf beslist heeft dat die rechtbank niet langer in Aalst kost blijven. Hoe kunt je nu mensen die recht zoeken, de waarheid vinden, naar een stad sturen waar de rechters lampadijs op hun kop hebben en met een vogelmuit rondlopen en op die manier proberen aan de mensen wijs te maken? Dat gaat toch niet? Dat gaat toch niet? En daarom kwam in 1800 de rechtbank eindelijk naar de stad der wijsheid, eindelijk naar de beste stad, Dendermonde zelf. En als grote dank hebben wij in 1807, ter gelegenheid van de verjaardag van toen al zijn majesteit de keizer Napoleon, een fantastisch feest georganiseerd. En voor het eerst in 45 jaar kwam ons prachtige, machtige, edele, superschone Rosbeiaard weer van stal. En natuurlijk waren ze jaloers, want in Aalst waren ze dat van Ulder kwijtgespeeld. Alles dat ze hier hebben, doen ze zelf kapot. En zoals de omgekeerde koning Midas, geeft Ulder goed en ze maken er lood van. Al het schone verdwijnt hier, al het lelijke blijft hierover. Kijk rond, dames en heren, kijk rond. En sindsdien is het machtige paard van Dendermonde de triomfator, de schoonste triomftocht, gedragen door de sterkste mannen die er zijn, bereden door de schoonste van het land, een bron van gigantische jaloezie tussen de stad Aalst en Dendermonde.
Zemmen zijn hier geen ware Vierheemskinderen. Wij zijn hier niet. Wij hebben de ware Vierheemskinderen. Want wij alleen hebben het enig echte gepaard. De jaloezie steekt een top toen ze in 52 geprobeerd hebben om ons schoonpaard naar hier te brengen, te roven, dat ze eindelijk ook iets hadden dat de moeite waard was. Ze zijn, dames en heren, niet verder gerokt als de deur. Ze hadden geen fors, ze hadden geen kracht, ze hadden geen kopvlees gegeten, niet Frans niet. En dan hebben ze gezegd, ja, wij moeten ook iets maken. Hè. En zeg, het paard van Dijremonen is van Balladoen. Het is als een boemerang in hun kop. De scheldnaam die je ons gegeven hebt, is hier zelf op het super lelijke gedrocht dat hier voor mij staat, toegekomen. Het is zoals de beroemde toespraken van de Indianen oproofden. Het zien van die lelijkheid doet pijn aan onze ogen. Ja, ja, roep me nou. Het is het enigste dat je kunt doen. En, als ik je één raad mag geven, nadat we deze triestige parade hier mogen meemaken hebben, is er binnen amper 2 weken een onwaarschijnlijke kans om hier uit die verdorven Aalsterse klei te kruipen en u te laten opstijgen, omhoog klimmen, zoals je op een sociale ladder omhoog klimt, naar het mooiste, schitterendste en beste paard van planet Earth. Kom kijken en het eerste dat je zult doen is minutenlang schreeuwen. Ik heb het gehoord, schreeuwen, omdat je zoiets schoon nog nooit niet gezien hebt en dat je alle dagen, alle jaren naar dit lelijke moeten kijken hebt. Ja, je gaat ellende, ruïne over het brood. Maar op het einde van die dag, gaat je wenen van vreugde. Dat je eindelijk deelachtig geweest bent in dit onvergetelijke en fantastische volksfeest. Je zult, dames en heren, nooit van uw leven meer vergeten wat een eer het geweest is om op die dag in Dijremonen te mogen zijn. Nice tilletjes, hé! Als de waarheid gezegd wordt, dan wordt het stil. En terecht. En terecht. Maar als we nu één zaak mogen zeggen, burgemeester. Alweer, ik ben content dat ik hier ben voor de Oostenrijkers uitgelaten worden. Ik ben eerlijk, dames en heren. Een ander zou het niet moeten proberen. Maar hier is toch wel een van de zaken waar we ons hart kunnen aanjuren. Loop ik hier naar mijn ajuur op mijn nek? Ah, wel ja, hier is dat niet erg. Op een ander zou ik sterven van verdriet, sterven van misere, sterven van beschomptigheid. Maar hier in Oost is dat eigenlijk iets fantastisch. En na dat gulder door de UNESCO uw schone titel van werelderfgoed afgepakt zijt, hebben we vanuit Dendermonde een nieuw project ingediend. We maken werelderfgoed van de veten tussen Oost en Dijremonen. Door gepeld. Er werd al door een basket slashen. Ver van trokken
op in de plasje. Op vlees, vetters, dat de vliet. De zaal dat in dat porto zit. En het werd dat gaat ook in Floyd. Kom rond het in hoor in Joyf. Meesten is beskond. Als dat van ons buiten komt. Hier het er van daar een wonde. Steen op eerst rond godverdomme. Als je permalijn was zijn. De ritten wat had er door gepijt. Slashen, ver van klappen op mijn binnen plasje. Koffies, fratters, dat de vliet. De zaal dat in dat kerto ziet. Dames en heren, luistert u met bijzondere aandacht naar onze burgemeester van Aalst, Christophe Daassen. Dames en heren, zeer geëerde gasten, de Meesnoot der Monnen. Uw visum wordt met 2 uur verlengd. U kan blijven in de prachtigste stad van Vlaanderen, in Oostus. Van harte welkom aan alle mensen uit Dendermonde die risico gepakt hebben om vandaag naar hier te zijn gekomen. Je moet motiven met plateaus met slecht vlies. Ik geef er een goede raad, blijf eraf. Want anders weet je niet van dat je mare ziet van zet. Van harte welkom aan de vriendelijke collega, de balju van Dendermonde, Piet Buyssen en zijn lijfeigenen uit het Schepencollege. Ik heb ze dus juist nog bezig gezien. Ze waren drukdoende met het oppoetsen van de huifkar van Piet Buyssen. Aan de eregasten van Dendermonde, wij ontvangen u graag. Wij ontvangen u graag op onze grote markt. Eén van de vele stadsparels met zijn talrijke historische gebouwen, waaronder het oudste Belfort der Nederlanden. Als je dat met Dendermonde vergelijkt, in Dendermonde is het ja min op de markt en ten puiste Vla Kermis. Dat is de Dendermonde. Het is iets anders in Dendermonde dan in Aalst. De grote markt van Dendermonde, daar wordt nu aan getimmerd. Ze zetten daar allemaal kartonnen gevels van historische gebouwen, namaakgevels die na de doortocht van hun paard zorgvuldig zullen worden afgebroken. Beste mensen, de fete tussen Aalst en Dendermonde, het is het schoonste wat dat er is. De veelbesproken diefstal van het paard in februari 1958. Het dier werd ontvoerd. Het was gemaakt door de lustige pompiers. Even terzijde. Weet jij hoe dat ze in Dendermonde een garagist en een dierenliefhebber noemen die zelf zijn auto repareert? Een gajagist. Beste mensen, uiteindelijk is het een stunt geweest om dit paard, het Ros Balaton, zijn plaats te geven die het verdient, namelijk de grote markt van Aalst. En tussen haakjes gezegd, die wedijver tussen Aalst en Dendermonde, dat gaat vele, vele eeuwen terug. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met dat fameuze paard. Maar wat er ook van zij, de hippologia, ja, dat is een moeilijk woord voor de mensen van Dendermonde. De paardenkunde heeft ons al veel plezier bezorgd. Vele tientallen fratsen en anekdotes getuigen van de uitstekende rivaliteit tussen de stad Aalst en het dorp Dendermonde. Ik ga je iets vertellen over contrasten. Vandaag fêteren wij het Ros Balaton. Dit edele ros, goede vrienden, loopt sinds 1953 mee in de carnavalstoet. En we kunnen vaststellen, in tegenstelling tot dat ponnetje in Dendermonde, dat de conditie van dit paard uitstekend is. Het Ros Balaton heeft het niet nodig om 10 of 12 jaar uit te rusten vooraleer het opnieuw een toerke kan doen.
Het is begrijpelijk dat het Ros Ballatum vanuit bepaalde hoeken met argwaan en soms zelfs ja met enige jaloezie wordt bekeken. Jeff Douwe die durfde het zelfs aan om ons Ros Ballatum te omschrijven als een veulen op rubberpoten of een sargipaard met basketsloesjes. Als ik kan je zien, ik heb dan een schoen, hè Piet? Wat verdomme. Ik vind al die vernederingen en die pijnlijke woorden die hier vandaag gericht zijn door mijn ambtsgenoten uit dat kleine dorp, amper 30 kilometer hier vandaan, waarvan de wegen van en naar uiterst moeilijk bereikbaar zijn. Ze hebben daar geen circulatieplan, want er is geen circulatie in Dendermonde. Vanop deze tribune wil ik klaar en duidelijk stellen, het zou passend zijn, en je kunt er 10 jaar over napijzen, om een historisch pardon uit te spreken voor de beledigingen aan het adres van het Ros Ballatum. Dat zou niet misstaan. Maar, lieve vrienden, en dat zeg ik vanuit de warmste kamer van mijn Oostershart, iedereen kent wel iemand uit Dendermonde in zijn kennissenkring. Iedereen kent wel iemand. Blijf vriendelijk tegen de mensen van Dendermonde. Geef hun goed eten. Geef hun nieuwe warme kleren. Doe dat. Koester geen gramschap tegenover de mensen van Dendermonde. Dendermondenaren zijn synoniem voor sukkelaren. Je weet dat of je weet dat niet. Maar in mijn arbeidscontract staan 2 dingen. Ik moet af en toe wel Latijn spreken. Dat heb je al gehoord van op het balkon. Schitterend trouwens. Urbi et dorpi. Ik breng het nog even onder de aandacht. We moeten 2 dingen doen. Af en toe wel Latijn spreken. Dat ga je mij niet kwalijk pakken. Maar ook en vooral de historische veten tussen Aalst en Dendermonde vakkundig levendig houden. En ik ben blij dat je hier allemaal bent om dat te bewijzen. Dat dat voor ons heel belangrijk is. Dendermondenaren, dat zijn ook mensen. Dat zijn ook mensen. Wij viseren hen niet. Wij kijken niet op hen neer. Of zoals dat ze zo schoon in het Latijn zeggen. Aquila non captat muscas. De arend vangt geen vliegen. Goede vrienden. Ik rond af. Het is een schitterende dag. Na afronding van deze schitterende dag door de opperdraak bieden wij u straks een receptie aan in onze nieuwe evenementenhal. Zijnde de trouwzaal. Het spijt mij dat wij de Dendermondse eregasten niet kunnen voorzien van hun lievelingsgerechten, kopvlees en makel. Ik hoop dat uw magen, de fijne Aalsterse kost wel zullen kunnen verdragen. Niet langer dan enkele weken geleden, dames en heren, want uw burgemeester wordt soms gedreven in het ol van de leeuw, ben ik slachtoffer geworden van vandalisme in Dendermonde. Ik was daar gaan spreken in zo'n klein, rokerig, stoffig lokaal van de een of de andere katholieke vereniging en we moesten ons zweren tegen die snoodaards van Dendermonde. En die gangsters, terwijl ik bezig was en met heel mijn notte volgeplekt met plekkers. Ach. Laat het ons gewoon en vergeven. Ze weten van niet beter. Criminologen wijzen erop dat armoede en een gebrek aan welvaart niet anders kan leiden dan tot vandalisme en crimineel gedrag. Vanuit de stad Aalst is al dikwijls nagedacht over hulp aan Dendermonde, zodat zij ook meer welvaart kunnen groeien. Het heeft geen zin om aan die mensen van Dendermonde vis te geven. Dat heeft geen zin. We moeten nu gewoon leren vissen. Al heeft de geschiedenis aangetoond dat het nooit makkelijk is om vanuit Aalst aan Dendermonde, aan wie dan ook, aan iemand iets te leren. Niettemin, ook onze buren uit het dorp D verdienen meer welvaart.
en hun regelmatige sneren aan het adres van het welvarende Aalst, de meest charmante stad van Vlaanderen, moeten we ruimhartig en grootmoedig naast ons neerleggen. Wij zijn dichten en de rest zijn sikkelaars. Aan discrimineren op basis van afkomst mogen we niet meedoen in Aalst. Voor ons heeft iedereen het recht om uitgelachen te worden. Ik geef nu zeer graag opnieuw het woord aan de opperdraak en toch nog een kleine raadgeving aan al die Aaltenaars. Mocht u het snode gedacht hebben om naar Dendermonde af te zakken, ik moet gaan. Ik kan er niet nooit. We moesten gulle moeten gaan, pakt ajonen mee. Je moet daar niet aantrekken, pakt veel ajonen mee. En doe mij hier plezier. Je mag van mij altijd naar Dendermonde gaan. Ik zie dat niet zo gern. Maar ik zie u allemaal graag terugkomen naar de enige echte keizerlijke steden van de Drakenieren. Kom naar ons terug. Dank u. Het einde van deze manifestatie nadert. En we willen afscheid nemen van de Bien-Treizen, die voor ons een onwaarschijnlijk subtiel stukje gaan spelen. Ondertussen profiteer ik van de gelegenheid om te zeggen dat het volgende Aalsterse criterium niet doorgaat. Het wordt vervangen door een paardenkoers. Alle paarden die nu aanwezig zijn, zullen daaraan deelnemen. En de burgemeester moet in trainingspak met pantoffels meelopen voor het ritme. Dames en heren, bereid u voor op deze onwaarschijnlijke wedstrijd. Dames en heren, de opperdraak wil nog even afscheid nemen. En de Bien-Treizen, die lanceren zich. Het drakenvuur brandt. En het brandt hevig. Zo hevig dat de bewaring, de instandhouding en de bewaking van de historisch folkloristische weten tussen onze beide dendersteden voor eeuwig en 3 dagen gegarandeerd is. Het is, zoals daarnet gezegd, immaterieel erfgoed om te koesteren. En onze draken spreuk toujours soif, jamais peur, ter ere, wil ik nog 2 zaken concluderen. 1. Lachen is een serieuze zaak. En 2. Mijn paard, schoon paard. Ik wil u allemaal feliciteren met uw aanwezigheid op dit gebeuren. En u danken voor uw belangstelling. Ik dank in het bijzonder de beide burgemeesters, burgemeester Buysse en burgemeester Daze, voor hun sublieme en grandioze bijdrage. Ik dank ook het stadsbestuur van Aalst en de stadsdiensten die op constructieve wijze meegewerkt hebben aan de realisatie van ons project, want zonder hun steun waren dit niet mogelijk geweest. Mijn dank ook naar alle figuranten, muzikanten, technici, medewerkers en medewerksters voor hun inbreng. En natuurlijk ook dank aan onze drakenbroeders en in het bijzonder onze broeders Luc Kindermans, Patrick Mathieu en Pierre Keimeulen. Zo, ik sluit af en ik wens u, onder de tonen van het Mijn Ene Gosch van Weilen Opperdraak Odilon Mortier, nog een fijne, zonnige meiavond vanavond. Ja, dames en heren, we hebben afscheid en we hebben iets emotioneel. In Oost hebben we enorm veel liedjes, maar we hebben hier een nationaal volkslied. Het is een lied wat Gracien nog heren zal doen, van Odilon Mortier. Mijn Ene Gosch. Op heel de wereld, maar één stad
hoor dat ze van Heer Wagentool zeggen, het is plat. Wat woord ajoen, kan niemand imiteren. Je moet je joeren, als vreemde dat proberen. Almaal komen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt, dan trekken we ons zelfs te giel. En over jongens ben ik roze en fier. En pas ik in mijn wagen altijd keer op keer. Ach, lieve God, bedankt, ben van het goeras. Laat me toch blijven wat ik ben en wat ik was. Als ons ten eer, zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, ten loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stiksken van die stad. Waar dat ze spreken van een midden en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat ik mag zijn, voel ik me blij, omdat ik een echte Olsteer ben. Och, het paroas, zijn bruggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken, waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken mis die dagen op de markt. En hoe ik alleen ben, naar de rand aan Brazinoes. Nee, echt naar jou, dat is en blijft een loes. Ach, lieve God, bedankt, ben van het goeras. Laat me toch blijven wat ik ben en wat ik was. Als ooit ten eer, zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, ten loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stikskin van die stad. Waar dat ze spreken van een mine en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat ik mag zijn, voel ik me blij, omdat ik een echte Olsteer ben. Jongens en maskers, bemint ons in Holst. Laat je maar zeggen, als je weer eens om ter Holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze fijne spot, die is op een ander niet nemen. Ach, mensje lief, ik vind geen juiste zinnen. Ver te vertellen van den kribbel hier van binnen. En komt een dag van mijn listen ogenblik, waar dat de tijd krijg, voor te zeggen, mijn is niet. Ach, lieve God, bedankt, ik was van het goeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als Olsteer, als zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben, dan loop ik verloren. Ach, lieve God, ik ben een stikskind van die stad.
voordat ze spreken van een minne en een jat. En op de vreemden, hoe schoon dat hoe ik mag zijn, voel ik me blij, omdat ik een echte Olschner ben.